wat wij heel vaak leren aan onze studenten. Ja. En wat we merken dat het bedrijfsleven bijvoorbeeld, ze beginnen het nu een beetje te snappen, maar heel erg van creatieve processen kunnen leren. Ja. Dat is wat wij noemen de incubatiefase bijvoorbeeld. In ieder creatief proces, zelfs als wij hier 's ochtends even denken van, nou, stel dat dit een creatief proces is en we moeten even bedenken hoe we het gaan doen en zo, en we gaan brainstormen. In ieder creatief proces zit, behalve voorbereidingsfase en we gaan wat doen en zo, zit een incubatiefase. Namelijk dat je even iets moet laten liggen. Okay. En dat je bewust ergens niet mee bezig moet zijn. Okay. Je weet het, hè? Je probeert een montage te maken, dat lukt, maar net niet helemaal. En dan zit maar te denken, je komt er maar niet door. En soms denk je, ik moet het een dag laten liggen. Wat gebeurt er in die dag? Wat doe je dan? Moet je daar niet voor betaald worden? Ja, daar moet je wel voor betaald worden. Dat is een essentieel creatief ding. En je kunt jezelf trainen. Kijk, het is een onbewuste fase. Je kunt niet trainen wat je in die dag moet doen. Maar je kan wel trainen dat die tijd nodig is. En wij leren, ook als we studenten in onze onderwijsprogramma's, leren we dat we incubatietijd in moeten bouwen. Het heeft geen zin. Je kunt niet altijd creatief zijn. Want bij het creatieve hoort zo'n fase dat je zegt, wij moeten nu even naar de kroeg en even stoppen. En dat is een heel creatief besef. En heel weinig bedrijven zeggen, jij moet eens even 2 dagen, jij helemaal niet mee bezig zijn. Jij moet dus 2 dagen helemaal niet werken.